In Sportlab Sedoc neemt voormalig hordenloper Gregory Sedoc ons mee in de wereld van windtunnel, universiteit en testlab. Ja. Dit zit in deze pil? Ja. Ik slik nu gewoon een computertje in. Kan je er wel wat zien, allemaal spieren? Heel veel vezels naast elkaar betekent dat je heel veel kracht kan leveren. Opgelet. Start! Een programma over sport, wetenschap en de kampioenen van morgen. Waarom heb je dat gedaan, zo'n genetest? Als ik helemaal geen talent heb, van waarom zou ik er dan nog aan beginnen? Het is een combinatie, denk ik, van talent en omgeving en uiteindelijk je absolute wil om het willen houden. We zitten nog alleen, nog half minuut. Waarom is dit de perfecte fiets? Omdat hij ontworpen is vanuit wetenschap. Deze penalty, hè? Hoe heftig is die stress hier? De dag voor de wedstrijd heb ik denk ik 50 penalties genomen. Ik ben ervan overtuigd dat ik dat nooit had moeten doen. Hoger, sneller, sterker. Ik ben Gregory. In Sportlab Sedoc. Vanaf dinsdag 2 april op NPO 2.